Het is eindelijk zover. Ik kan alle SBC's voltooien in PC Bits. En nee, dit is geen aanrader voor jullie om dit ook te doen. Want het is zo ontiegelijk veel werk. En het is het gewoon niet waard. Maar weet je, fuck it. Ik had beloofd dat ik het zou doen. En dan ging ik het doen ook. Ik heb de afgelopen tijd best wel genoliefd. En ik heb ervoor gezorgd dat we nu alle SBC's hebben voltooid. Het enige probleem is dat ik de laatste tijd zeg maar allemaal Icon SBC's moet voltooien. En ik heb alle Icons al. Dus ik kreeg helemaal geen nieuwe kaarten. Maar ik moest ze wel allemaal even voltooien. Maar het is nu zover. De enige die ik nog moet voltooien is Cruyff en Maradona. Ik dacht, het is wel leuk om ook even wat SBC's nog te doen in de allerlaatste SBC video. Nou, in ieder geval, zeg maar, er komen natuurlijk in de loop van de tijd wel nieuwe SBC's uit. Maar nu kunnen we in ieder geval die badge vrij spelen. En dan hebben we in ieder geval de badge. En die rewards gaan we deze video ook openen. En als jullie trouwens zin hebben in deze video, smet allemaal een duimpje omhoog. Zouden we op deze video 3000 likes kunnen halen. Zo super nice zijn als dat gaat lukken. Dus smet gewoon een duimpje omhoog en we zien wel. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf je op de hoogte van al mijn PC Bits video's en andere mobiele game video's. Maar laten we deze laatste SBC's maar even voltooien. Hier moet ik een 87 rating het team inruilen. Zo even op rating selecteren. Dat is eigenlijk niet heel ingewikkeld. Ik heb altijd een beetje hetzelfde soort teams die ik inruil zeg maar bij een 87. Dan doe ik hier serie A, dan doe ik deze. En hier heb je nog Miranda. En voor de rest maak ik gewoon een serie A team. En dan is het eigenlijk vrij simpel. Je hoeft niet heel ingewikkeld te doen. Maar ik zal deze, ja trouwens, het is ook wel zo voltooid denk ik. Hier ben ik niet heel lang bij bezig. Moet natuurlijk wel even een paar hoge rating spelen. Ik zal even hier weer in. En dan hoop ik dat met Immobile... Nee, dat hebben we net niet. Weet je wat? Dan doe ik Cristiano Ronaldo wel eventjes. Daar heb ik er toch 12 van. Dan hebben we nu voltooid en dan hebben we deze SBC vrijgespeeld. Volgens mij, ja, dit was voor Cruyff. Dus dan hebben we Cruyff nu vrijgespeeld. Dan moeten we hierna alleen nog Maradona en dan hebben we alle SBC's. Nog maar eentje. Oh joh, en dit is zo'n heerlijk moment voor mij. Want ja, jullie weten het. Ik ben hier zo lang mee bezig geweest. Af en toe dacht ik echt, waarom doe ik dit? Ja, ik doe het voor een video. Maar verder dan dat heeft het echt geen toegevoegde waarde. Je krijgt een badge. Maar waarschijnlijk zijn die rewards niet eens zo heel hoog. Maar de hoeveelheid werk wat erin zit, dat is sowieso die badge niet waard. Maar ja, ik had beloofd dat ik het zou doen. Dus ik heb het ook gedaan. En ik ben gewoon door blijven strijden. En nu hoeven we nog maar één SBC te doen. 5 leagues. 5 nations. En dan moeten we vervolgens nog één special card. Ik zal hier even Brazilië doen. En dan gaan we hier eventjes Serie A doen. Ik zal trouwens even op dubbele selecteren. Want dit maakt namelijk niet uit welke ratings ze hebben. Ik zal die daar neerzetten. Zetten we hier nog deze neer. En hier nog een nieuw. Heb ik Spanje al? Even kijken. Nee, Spanje heb ik nog niet. Dus deze kan op zich wel. En dan kunnen we hier eentje van Napoli doen. Of heb ik nu al 5 verschillende landen? Ja, ik heb al 5 landen. Oké, dat is wel prima. Kan ik hier trouwens ook niet beter een van Napoli doen? Dan hebben ze al daar wat betere linkjes. Als ik hier nou 3 smetjes doe, ja kijk, dan linken ze daar al iets beter. En hier kan ik trouwens gewoon betere spits doen. Dan doe ik Milik. Kijk, op deze manier linkt iedereen daar al. En dan kunnen we hier gewoon achter een Braziliaans team maken. Met gewoon verschillende leads. En dan is dit eigenlijk vrij makkelijk hoe we deze hebben voltooid. Hier nog Premier League. Wat heb ik nog niet? Deze league heb ik nog niet. Dan hebben we nu eigenlijk al genoeg leagues. Dus dit is echt heel easy. Dan kunnen we hier nog even Serie A doen. Heb ik daar, ja, Serie A. Dan doen we hier nog even rechtsachter Serie A. Oh, we moeten nog een special card hebben. Dan kunnen we hier even een special card doen. Deze kerel, nou, dikke prima. Dan hebben we deze ook voltooid. En dan was dit officieel de laatste SBC. Voorlopig, want natuurlijk worden er in de loop van de tijd nieuwe SBC's gereleased. Maar dit is wel zo lijp dat we eindelijk deze badge hebben vrijgespeeld. 4 miljoen coins en 18 special plus packs. Op zich is 18 special plus packs best wel veel. Maar als je uitrekent hoeveel tijd ik ervoor kwijt ben geweest, is het er totaal niet waard. Maar het is in ieder geval nice dat we wel een dikke reward krijgen. En al die 18 plus packs die ga ik even openen. Maar holy shit, ik heb het gewoon gehaald. Dit is echt geniaal. Wat zou ik trouwens doen? Oh ja, ik ga die badge even instellen. Ik heb momenteel de Premier League badge. Maar ik vind die SBC badge toch wel iets nicer. Die heeft bijna niemand. Die Premier League badge heeft trouwens ook bijna niemand. Maar deze SBC badge is echt wel heel lijp. Die is echt heel zeldzaam. En dan vervolgens gaan we natuurlijk sparen voor de 100% badge. Maar daarvoor heb ik nog maar een paar kaarten nodig. Ja, deze video komt wel later online. Misschien dat ik hiervoor al een keer de 100% heb gehad. Ik weet het nog niet, maar deze video komt online als ik op vakantie ben. Dus hoe ik er nu momenteel voor sta, als deze video online komt,
durf ik niet te zeggen. Maar we gaan nu in ieder geval nog even die 18 special packs openen. Want we hebben gewoon 59 special packs. En we hebben 26 special plus packs. We gaan al die 26 special plus packs openen. Want dit is wel echt heel lijp. Maar al die packs die krijg ik natuurlijk door al die SBC's die ik de laatste tijd heb voltooid. Daarom heb ik nu zoveel van die packs. Dit is echt niet normaal. Ook gewoon 34 Team of the Week packs. De packs hieronder zijn ook bizar veel. Dit is echt een bizar voor woorden. Maar ik ga gewoon alle special plus packs openen. En als we gewoon goede spelers krijgen, krijgen jullie ze te zien. Als ik bijvoorbeeld dit soort spelers krijg, dan skip ik die packs gewoon. Want dat is niet de moeite waard natuurlijk. Nou, dan krijgen we nu een Ike. En dat is wel nice. Ja, ik hoop wel dat we een aantal echt goede spelers gaan krijgen. Dat we in ieder geval een beetje iets terugkrijgen voor de tijd wat ik erin heb gestoken. En dit is net vet. Dan hoop ik dat het wel zijn prime is. Het is niet zijn prime. Het is zijn middelste versie. Het is in ieder geval een Ike. 89 gaat ermee door. Het had beter kunnen. Maar het had ook slechter kunnen. Dus in dat opzicht ben ik wel tevreden. En we krijgen twee Ikes achter elkaar. Alleen dit is een slechtste versie. Veron. Nou, het is in ieder geval weer een Ike. Dus dat is wel lachen. Maar ik hoop dat we zo meteen nog een team of season krijgen. Maar we hebben gewoon nu drie Ikes achter elkaar. Kom op. Een moment Ike. Nee, dat niet. Maar drie gewone Ikes achter elkaar. Dat heb ik nog bijna nooit gekregen. Dat is wel echt heel ziek. Frankrijk, dit kan Harry zijn. Dit moet wel Harry zijn linksbuiten. En dit is hem ook. Ja, inderdaad. 90 eten. Beste van de drie tot nu toe. Zouden we vier Ikes achter elkaar krijgen? Dat zou helemaal lijp zijn. Daar gaan we nu achter komen. Vier Ikes achter elkaar. Dat niet, maar wel een team of the season. Krijgen we drie Ikes? Daarna meteen een team of the season. Dit is echt ziek nice tot nu toe. Frankrijk, wie zal dit zijn? Everton. Oh, dit is die Digne volgens mij. Ja, die is inderdaad linksachter. Oké, dat is op zich ook wel prima team of season. Niet de beste, niet de slechtste, maar gewoon prima. Net zoals de Ikes die ik net kreeg. Dit is echt ziek baas. Gewoon vier packs achter elkaar zieke spelers. En weer een walkout. Oké, het is geen Icon of een team of the season. Maar het is gewoon weer een walkout. En dit is Dembele volgens mij. Ja, inderdaad, ik weet ondertussen zoveel spelers. Ik hoef alleen maar het land te zien plus de kaart. En ik wist al gewoon dat dit Dembele was. Want volgens mij was Dembele de enigste Belgische speler met zo'n kaartje. Maar in ieder geval nice dat we zoveel zieke spelers nu opeens krijgen. En weer een Icon. Dit is echt lijp. Dit is echt niet normaal. Dit is al Icon nummer 4 of zo. Dit is echt bizar. Italië. Wie is dit? Ik denk dat het centraal verdediger is. Want ja, dit is in een... Hoe heet hij ook alweer? Ik ben even zijn naam kwijt. Cannavaro natuurlijk. Oké, nou, 87 rated. Niet de beste, maar ach, dikke prima. Hebben we in ieder geval weer een Ike erbij. Zouden we nu nog een Ike kunnen krijgen? Nee, maar wel team of the season. Mijn packluck is echt insane. Oké, dan hebben al die SBC's die ik heb gedaan toch nog een beetje nut gehad, weet je. Dit is niet helemaal voor niks geweest. Alhoewel is deze team of the season niet extreem goed. 87 rated. MC Jin of zo. Volgens mij heb ik die al een paar keer dubbel. Maakt niet uit. Dan hebben we hem nu een extra keertje dubbel. En die team of the season zijn natuurlijk altijd die om te hebben. En nu hebben we eindelijk weer een keer een slechte kaart. Ik zeg eindelijk, maar ik had natuurlijk liever een goede gewild. Maar dit is wel echt bizar hoeveel goede kaarten we krijgen. Nou, en we krijgen nu weer even een walkout. Dit is Costa 89. Wat op zich natuurlijk ook een prima kaartje is. Ik denk dat hij niet extreem veel waard is. Nou, wel meer als Icons, denk ik. Want op zich was wel redelijk zeldzame kaart. En we krijgen nu weer een Icon. Weer net vet, alleen nu zijn slechtere versie. Ik vind het echt bizar hoeveel Icons we krijgen uit deze Special Plus Packs. We hebben echt heel veel gekregen. En we krijgen nu een Futty speler. Oké, nice. Volgens mij heb ik nog nooit een Futty speler gekregen uit de pack. Dus dit is op zich best wel een bijzonder moment. En dit is Pogba. Is die nieuw? Dit zou wel zijn nieuwe kunnen zijn. Ja, nice. Holy shit. Op dit moment heb ik nog maar 4 spelers nodig. Ja, nu nog maar 3. En ik pack gewoon een nieuwe speler. Die kans is echt 1 op 6000 bijna. Want ik, ja, het is echt niet normaal. Ik zal het even laten zien. My Club Collection. Ja, dit is op dit moment. Dus als deze video online komt, deze komt later online. Is de kans natuurlijk al dat ik al meer kaarten nodig heb of minder. Ik heb geen idee. Maar op dit moment heb ik nog maar... Ja, ik had 4 kaarten nodig. Nu heb ik er nog maar 3 nodig. We krijgen gewoon de beste van al deze kaarten. Show al. Gewoon Pogba. Het is echt heel bizar dat we die gewoon krijgen. Ik vind het echt geniaal geworden. Holy shit. Nog maar 3 kaarten en ik heb gewoon de 100%. Maar ja, dat weet ik niet of dat gaat lukken. Ik heb de dagelijkse SBC. Precies heb ik al voltooid. Dus daar moet ik weer verwachten. En bijna elke dag worden er wel weer nieuwe kaarten released. Dat is het fucked up. Dus ik kom gewoon niet bij die 100%. Maar misschien dat dat binnenkort wel gaat gebeuren. Maar wat een zieke luck, jongen. Dat is echt bizar gewoon. Maar we hebben nog 10 Special Plus packs te gaan. Die ga ik natuurlijk alle 10 openen. En hopelijk krijgen we dan nog wat mooie kaarten. Wie is dit? Ik heb geen idee. Ik weet... Ja, nee. Ik weet het echt niet.
Ik laat me verrassen en waarschijnlijk denk ik, oh ja, Rebic. Oké, ja, dat is altijd zo, weet je. Sommige spelers denken, ja, wie was dat ook weer? En dan zie je de namen en dan denk je, oh ja. Maar ja, maakt niet uit, we hebben nu nog 9 packs te gaan. En ik hoop dat we nog een paar leuke icons kunnen krijgen. We krijgen er nu in ieder geval weer eentje. Raul, wel zijn 86, dus niet de beste. Maar het is er in ieder geval weer eentje. En dit is er gewoon in vorm. Oké, we hebben nog een paar packs te gaan. Hopelijk kunnen we nog even een Team of Season, Futties of nog een icon krijgen in de laatste 7 packs. Dat zou mooi zijn. Dit is in ieder geval Loris. En volgens mij is die 91 rated. En dat is inderdaad het geval. Dus op zich weer een prima kaartje erbij. Dit zijn wel hele de chille dubbele kaarten om te krijgen natuurlijk. Dus dit is echt geniaal. Nog 6 Special Plus packs te gaan en weer een Futties. Als dit weer een nieuwe is, word ik helemaal gek. Maar dit is geen nieuwe, dit is Neto. Maar alsnog chill om te krijgen. Als dubbele is hij echt veel waard, dus dat is op zich wel chill. Weet je, als ik nu weer een nieuwe krijg en morgen worden geen nieuwe spelers released, dan heb ik nog maar 2 nodig en dan kan ik door middel van die dagelijkse SBC's het voltooien. Maar nu heb ik 3 nodig, dus dit houdt in, zeg maar, als ze morgen... Zelf worden morgen geen nieuwe spelers released, dan heb ik er dan nog 1 nodig. En dan heb ik nog steeds niet 100%. En ik weet zeker dat die dag erna dan wel weer allemaal nieuwe spelers worden released en dan loop ik weer achter de feiten aan. Het is fucked up, maar ja, je doet te weinig aan. Maar ik ben de laatste tijd zo dicht bij de 100%. Wij komen de hele tijd net niet. Dat krijgen we nu een inform, dat is niet al te best. Maar dan gaan we afsluiten en dan hoop ik dat in de laatste Special Plus pack nog even een zieke speler zit. En dit is een walkout. Dat wel. Dit is zo'n Futmus kaart. Je hebt niet extreem veel goede Futmus kaarten, maar je hebt wel een paar die redelijk goed zijn. En dit is Iniesta, die is volgens mij 88 rated. Het is niet de slechtste, maar ook niet de beste. Het is in ieder geval een walkout. En dat is wel natuurlijk leuk om deze video mee af te sluiten. En al die special packs en zo, die ga ik binnenkort wel een keertje openen. Ik denk dat ik binnenkort gewoon een 1 uur lange pack opening ga doen. Want dan kunnen al die special packs openen. En ik heb meer dan 1000 PCBits tokens, die kunnen we ook opmaken. Dan doe ik dat binnenkort in een 1 uur lange pack opening. Dat is op zich ook wel leuk. Dus dat zit er aan te komen. Maar wat een video was dit, jongen. Zieke pack lukt. Maar daarnaast ook gewoon alle SBC's voltooid. En ik vind het gewoon geniaal dat het me toch is gelukt. Ik ben gewoon door blijven strijden en het is me uiteindelijk gelukt. En als jullie trouwens hebben genoten van deze video, vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. 2000 likes of 3000 likes zou super awesome zijn. En dan heb ik tot slot nog één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, wazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond, dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk, want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!